wij zijn verkocht omdat die Afrikanen hadden altijd hart voor ons. Waarom? Wij zijn King David en wij zijn Samson en dat soort dingen. En de Goliath waren Afrikanen. En de Philistines waren Afrikanen. Dus wij gingen altijd tegen hun vechten vanaf het begin. Daarom hebben ze ons verkocht samen met die Arabieren aan die witte mensen. Waarom denk je dat ze ons hadden? Omdat onze voortvaders hun geen killen. Ja, en dat toen ze ons zagen in onze weaker state, hebben ze misbruik ervan gemaakt, in onze zwakkere staat. Waarom? Omdat ze zien van, nou, nu kan je toch niks doen. En het was altijd een wet van, ze zeiden altijd, als hun goed zijn met hun power, moet je ze niet aanraken. Want wanneer ze ruzie hebben gekregen met hun power, dus onze God, de Most High, dan kan je ze aanvallen. En wat hebben ze gedaan? Precies dat. Ze gingen wachten totdat wij die commandments hebben gebroken van onze God. En toen hebben ze ons gepakt. Want kijk, die krachten wat die Winties hebben en zo, toch? Ja, ja. Dat is een fractie van de krachten die we eerst hadden. Dat is een fractie van de krachten die we eerst hadden. King David, hij kon een ijzeren ding breken in twee. Samson, hij kon 1000 man killen. Toch? Ja, ja, ja. Dat zijn die krachten die Winties hebben, toch? Ja. Niet eens, want dat is een fractie van die krachten. Maar die krachten die we eerst hadden, heeft de Most High van ons weggepakt. Daarom hebben ze onze slavernij kunnen zetten. Want als we die krachten hadden, zouden we ze vernietigen. Maar de Most High heeft ons eerst slaaf gepakt. Isaiah 42:25. De Bijbel gaat je uitleggen waarom en hoe we in slavernij zijn gegaan. En waarom die witte mensen ons in slavernij hebben gezet en die Indianen dood hebben kunnen maken. Dit gaat de Bijbel je uitleggen. Daarom zeg ik, dit is niet voor iemand. Dit is, kijk, zoals ze zeggen in de scripture, je kan geen nieuwe wijn zetten in een oude fles. Ja? Die meneer daar zo heeft zo'n dingen geleerd toen hij jong was. Dus wanneer hij groot is, ik weet het, maar sommige mensen... Maar we nemen niet erg, we kijken tot yes. Je wordt groot, dus ja. Je ziet yes. Zoveel dingen zwakken duren. Ja, dus je blijft zien. Yes, maar je dus blijft die dingen in je hoofd printen. Ja, en dan later wanneer je groot wordt, dan is het, is het gemarkeerd in je hoofd. Ja. Gaat er niet makkelijk uit, toch? Het is niet gemarkeerd in je hoofd. Nee, maar bij sommige mensen, ik weet, maar dat bedoel ik. Een humble person gaat willen leren. Maar iemand die rational is, yeah. hij gaat tegen vechten. Maar Isaiah chapter 42 verse 24. Who gave Jacob for a spoil? Who gave Jacob for a spoil? And Israel to the robbers. To the robbers. Who robbed us? Did not the Lord? Did not the Lord? Who gave Jacob for a spoil and Israel to the robbers? Did not the Lord? He against whom we have sinned? For they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law. Therefore he hath poured upon him the fury of his anger and the strength of battle. And it have set him on fire round about. Yet he knew not, and it burned him, yet he laid it not to heart. Dus hij vond het eerlijk, maar hij heeft ons moeten straffen. Waarom? We willen niet luisteren. Bijvoorbeeld die dingen van die Bono dingen. Dat zijn witchcraft. Dat dingen, dat soort dingen moeten wij eigenlijk niet doen. Kijk, dat is van de left side. Ja, gaat zeggen. Wat vele mensen zeggen. Luister even. De devil betekent deceiver. Maar anyway, die bono ding is van de left side van de Most High. Oké. 45 verse 17. Verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I the Lord do all these things. Dus dat betekent al die winti dingen zijn van de linkerkant van. Want die winti zijn eigenlijk witchcraft. Je mag helemaal geen dode mensen oproepen en op je lichaam laten komen. Jouw lichaam zijn ten eerste. Ten tweede, ze zijn al dood. Ze moeten niet storen. Ze moeten niet storen. Waarom? Ze zijn dood. Ze hebben hun kans al gehad om te leven. Ze gaan weer terugkomen in een andere leven. Dus je moet geen winties oproepen en spirits oproepen. Ze zijn dood. Yes. Dus jij gaat niet ze opwekken, ze komen op je. Nee. Ja. Je kan ze roepen. Oké, je hebt twee. Je kan ze roepen, ja. Op de Most High zet het heavy op je. Zodat bijvoorbeeld als iemand
dood wil maken, dan komt die weer. Dat kan ook. Maar dat is een, dat is iets wat de Most High zelf controle. Maar sommige mensen, zo, ja, u heeft gelijk, sommige mensen kunnen het niet controleren. Het komt gewoon op ze zo. Boom. Ze weten wat ze niet kunnen doen. Juist. Maar dat, dat is. Het alleen in de bloed. Juist. Maar dat is. Ja, maar je moet ze niet worshipen. Ja. Je moet ze niet aanbidden. Waarom? De Most High heeft dat gemaakt. Dan waarom gaat u dat aanbidden? In de plaats van de Most High zijn zoon, die hij gestuurd heeft, die een black man is. Proverbs chapter 16 verse 4. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. Dus hij heeft alles gemaakt, ja? Zelf die slechte dingen, zelf die wicked mensen heeft hij gemaakt voor de dag van hun leven. Ja, want als die witte mensen er niet waren, zouden wij onze straf uitleggen wat we verdienen. Maar die witte mensen gaan ook hun straf uitleggen wat hun verdienen. Maar wij gingen tegen God. Ja. Daarom heeft hij ons slaven laten worden. In Egypte is het begonnen. Daar is het begonnen. Het was toen ze, ja, het ging zo, ze hadden een beeld daar gemaakt, schapen, koe, hadden gezegd dat, schaap, dat ze die schaap zouden roepen als God. Toen heeft iemand gezegd, nee, een kalf kan het niet per se. Het is duivel, zo had ik gezegd. Dus sinds toen de tijd gingen ze al met die wind. Het was een al witchcraft. Maar daarom komt de Mozai om ons weg te halen, zodat wij sterker zijn dan die dingen. Waarom? Die krachten die hij voor zijn kinderen. Hey, no, 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 we dat willen leven. Maar hoe heet het ook alweer? Al die krachten die we dus ook in de wereld zetten, gaat hij op onze eigen body zetten, want we gaan nieuwe bodies krijgen. Ja? Dus die bodies die we nu hebben zijn corrupt. Ja? Je bijvoorbeeld sommige van ons is een verlangen naar sigaretten en dat soort dingen. Het zijn corruptible bodies. Ja? Maar wanneer de Most High ons onze nieuwe bodies geeft, dan ga je niet meer fouten maken zoals de kosmologen. Dus van, next time I see you, I have to be good. Thanks. Wat dan? Misschien dat je het vraagt. Ja. Paal met die kruis. Ja. Dat is heel erg. Nou, het is gewoon een mooi. Dit gaat niet over geloven. Ik vond het gewoon leuk wat ze in de naam krijgen. Toen zo'n bestrijd. Ja, als je het het heeft niets te maken dat ik katholiek ben. Ik geloof in de kerk. Oké, power up. Thank you. Nee, we vinden niet te vegen. Yeah.
Zijn echte naam is Hawashai, maar ze Jezus is een Romeinse woord. Ja? Ja? Jezus betekent Savior en Christus betekent anointing. Maar die grap is, hij sprak geen Hebreeuws. Dus zijn naam is geen, hij heeft geen Romeinse naam. Zoals het woord God. Het woord God is een Griekse naam. Dus, het betekent Paul. Dus hij kan nooit God worden. Okay. En de letter E bestaat niet in het Hebreeuws. Dus hij heet geen Jezus, nog geen Yahweh. Dat is die zogenoemde God. De letter J, dus de letter E bestond niet, bestaat niet in het Hebreeuws. En de letter J bestond pas in de 1400. Dus hij was voor de 1400, 2000 jaar geleden. Dus hij kan nooit Jezus zijn. Dus Revelation 61 verse 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. The revelation, the revealing of the so-called Jesus, right? Verse 12. And I turned to see the voice that speak with me. Dus the prophet John the Revelator, hij hoorde die voice van die zogenaamde Jezus Jehoshaphat. And this is who I am beschreven, okay? And being turned, I saw seven golden candlesticks. And in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man. Son of Man. So the Son of Man is taking the Son of the Brown, Donkey, the Brown is Donkey. Clothed with a garment down to the foot. The garment. I don't remember where there is a garment. Okay. Over dit langs. Nee, hij staat te kijken. Dit is een depictie. Wij aanbidden dit niet, want de Bijbel staat. Je mag geen images aanbidden ten eerste. Maar dat doen ze wel met dat. Want als ik het woord Jezus zeg, op deze manier. Oh, Jezus is een negro, not a white man. But in the Bible staat, hij is donker. Jezus is een devil, not. All your so-called negroes are not African. Dirt about the peps. The peps is your middle. Die met de oude dingers. Hij was niet arm, hij was een barbitter. Maar hij was een geldholing. Als je doodgaat, gaat het toch weer. His head and his hairs were white like wool. Welke andere ras heeft witte heeft wollen haren als een schaap? Dat is wol. Als een schaap. Alleen de zogenoemde negro ras heeft wollen haren. En zijn haren waren wol en dat is de textuur en die kleur was wit. Were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. His eyes were as a flame of fire, omdat hij veel wijn dronk. And this is a prophecy from him. Genesis chapter 49, verse 12. His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. Dus daarom zijn zijn ogen rood. Dat witte van zijn ogen waren rood. Ik ga altijd zien, de zogenaamde negro stop. Dat is drinken, dat zijn hun ogen rood, die witte van hun ogen. Dus dan kan je zien, hij is van de twijfel. Verse 15. And his feet, like on fine brass, as if they burned in a furnace. And his feet, like on fine brass, as if they burned in a furnace. Brass is bronze. And fine brass is all bronze, donkere kleur en zo. Maar dan gaat het nog verder, dus dit doen we. And his feet, so footer, like unto fine brass, as if they burn in a furnace. So footer, that is brass, that is gebrand is in the oven. Zelfs als je een witte papier zet in de oven, als je het eruit haalt, is het donker, toch? Oké, dat is die kleur van zijn voeten. En als je voeten donker zijn, wat is de rest van je lichaam? Oké, maar dat is alvast die kleur van. And his voice as the sounds of many waters. There's a voice as the sounds of many waters. Dus lekker van mensen praten. Je weet, water valt vaak hard, toch? Oké, dus hij praat hard. Wie praat van de soort van de negro's? Dat is alvast één scriptje. Dus dat zegt hij wollen haren, uit van bras. In een diepe stem. Daniels chapter 10 verse 5. Then I lift up my eyes and look and behold. Ali dit lezen. Is het toal? Ja, Ali moet het lezen. Then I lift up my eyes and look and behold, a certain man clothed in linen
whose loins were girded with fine cloth of Ethiopia. Dit is de prophet Daniel, toch? En hij gaat u nu die vision geven van hoe Yahweh Shai eruit ziet. Dus dat die fake bestaat. Then I lift up my eyes and look, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Ufaz. The gold. Verse 6. His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning. The beryl is a groene kleur. As you in the word book had, the definition for the word beryl also betekent de groene edelsteen. Dus die groene kleur is een royale kleur. Royal kleur. Ja, graag, ja. And his eyes as lamps of fire. En zijn ogen net als lampen van vuur. Met rode ogen. Pardon? And his arms and his feet. His arms and his feet. Like in color, to polished brass. Dus wat laat het daar zo zien? Zijn handen en zijn voeten waren donkerbruin. Dus hij is een donkerbruine man. Dus wie is dit? Dit is die witte man, hij heet Caesar Borgia. Ja, Caesar Borgia, hij is die man die. Hij was verantwoordelijk voor die dingen wat ze deden met die Indianen en zo. Niet precies, maar ik moet het goed zeggen. Hij was de zoon van Pope Alexander VI. En ze hebben hem als die witte Jezus getekend. En hebben ze al onze stambeelden, die neuzen gebroken, al dat soort dingen. Omdat aan die neus kan je zien wat voor type ras het is meestal. Waarom? Als het een brede neus heeft, dan is het de zogenaamde negro. Waarom zijn onze neus breed en plat? Want wij leven in een koude gebied. Dus dat betekent, wanneer je inademt, dan dat wind, voordat het je hersenen raakt, is het dan afgekoeld als je een lange neus hebt. Daarom hebben die witte mensen een lange neus. Waarom? Dat wind gaat dan, is het koud buiten en dan komt het in je neus. En dan is het, dus onderweg naar je hersenen zo, om je hersenen zuurstof te geven, wordt het warm. Maar onze neus is kort, dus het gaat sneller naar onze hersenen. Daarom in de winter ziet u sommige van onze melanine zwak. Dan moet je kijken, zo die negro's en neus zijn ietsje lichter en zo. Toch? Omdat dat koude wind maakt je neus als het ware lichter of zo. Maar omdat we een kortere neus hebben. Dus daarom beginnen ze die neus ook breken, zodat je kan zien dat het een negro was en zo. Anyway, wat wij onze mensen willen vertellen is dat jij geen neger bent. Want het woord neger betekent negeren. Negeren. Dat betekent black. Want neger betekent nigger. En nigger betekent black. Want een van de profeten werd ook niger genoemd. Maar hun hebben die accent. Want eerst zeiden ze zo. Eigenlijk komt het woord van die Spanjaarden, negro. Toch? Maar toen zeiden die rednecks, neger. Want hun wilden geen Spaanse accent zetten. Dus hun zetten neger. Acts chapter 13 verse 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers. Certain prophets and teachers. As Barnabas and Simeon that was called Niger. Barnabas and Simeon that was called Niger. 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 As you in the word book had the blue letter Bible, as you see that word Darso Niger betekent black. And that word nigger is een G gezet erbij, betekent ook black. Dus zo noemen ze ons. Het maakt niet uit als ze je neger noemen. Ze schelden je eigenlijk uit. Ze zijn eigenlijk, waren drie witte mensen, vooral Nederland zo, waren drie witte mensen. Zeggen ze ook die anderen. Ze zijn hem negeren. Negeren. Maar dan later hebben ze dat woord aangepakt, hebben ze die nadruk gezet op die negeren. Of negeren. In de plaats van negeren. Dus zo is het. En bijvoorbeeld als twee witte mensen en die ene zegt zo, je rijdt zwart. Dat bedoelt hij eigenlijk, je rijdt illegaal. Dus sowieso mochten wij niet in de bussen, maar in het begin, later toen we wel mochten, moesten we achterop toch? Dan zeiden ze tegen elkaar zo, je bent aan het zwaard rijden en zo. Dan zegt die ene van, hé, wat weet je, maar ze neger zien of zo. Zo begonnen die dingen, dus al die woorden zijn tegen ons gemaakt. Daarom kunnen wij nooit neger zijn. Waarom? Het is eigenlijk een scheldwoord, dus dat bestaat niet. Dus het bestaat wel, maar wij zijn dat niet. Wij zijn Judah, Benjamin, Levi, Simeon, Zebulon, Ephraim en Mondor. Gewoon de 12 tribes of Israel. Waarom? Want de Bijbel zegt dat de Judah black is. Jeremiah chapter 14 verse 2. Nu gaan we de reden geven waarom die witte mensen deze prophecy
intenties uit proberen te laten komen door te liegen en je te laten denken dat hun het zijn. Maar hierzo staat het dat wij dark skin zijn. We gaan verder. Judah mourned and the gates thereof length. Judah mourned. Als je